September, October, November, 25th day of December. Tell me when Voskies was born. Oh, when Voskies was born. I'm on the rope when was he born. Was it gender? No. March, April, May, August, June, July, August, September, October, November, 25th, December. He was born by the Virgin Mary, wrapped in scrambling cloth. He was laid in the manger on the 25th day of December. Last month of the year, last month of the year. Tell me, when was Jesus born? Last month of the year. Oh, when was Jesus born? Last month of the year. I want to know when was he born? Last month of the year. Was it gender? No. March, April, May, August, June, July, August, September, October, November, 25th day of December. Tell me when was Jesus born? Last month of the year. Oh, when was Jesus born? Last month of the year. I want to know when was he born? Last month of the year. Was it gender? No. March, April, May, August, June, July, August, September, October, November, 25th day of December. Last month of the year. He was born by the Virgin Mary, wrapped in scrambling cloth. He was made in the on the 25th day of December. Last month of the year. Last month of the year. Jesus, er wohnt in Eid, uns macht er so uns alle weh. So hat geht uns vervor von binnen hoch. Thank you.
Is the world.
Graag iets vertellen van mijn grote vriend David. David was maar een kleine jongen, maar had een groot geloof in een almachtig God. En op een dag toen het volk Israël in oorlog was met de vijand, kwam er een reusachtige kerel, Goliath, wel 3 meter lang, zegt de Bijbel. Maar David was niet bang, hij bad tot God. En hij ging naar de beek en hij nam 5 kleine steentjes. Toen zei de reus, je denkt zeker dat ik een hond ben, dat je naar me toe komt met een stok en stenen. Maar David, hij wierp 1 klein steentje naar de reus. Hij zei, ik kom in de machtige naam van de God van Israël. En toen viel de reus dood op de grond. Weet je hoe dat mogelijk was? David had de Heer aan zijn zij. Fijn dat ik iets kan vertellen van de grote zoon van David, Jezus Christus. De Bijbel zegt ons dat Jezus op een dag de troon van God verlaten heeft, omdat hij van jou en mij hield. En overal waar Jezus kwam, daar gebeurde wat. Daar was actie. Als iemand ziek was en hij kwam tot Jezus, genas Jezus. Als iemand zondig was en eenzaam, nam Jezus de zonde weg en hij herstelde het verbroken contact met God. En de Bijbel zegt dat Jezus gisteren en heden dezelfde is, tot in alle eeuwigheid. Als jij iemand bent die eenzaam is, Jezus wil komen, je zonde wegnemen en het contact met God herstellen.
Jezus is voor jou. Kom tot hem, want hij heeft de Heer aan zijn zij. Hij komt met zijn glorie. Hij komt met zijn glorie.
zoon van God. Geloof jij ook in de zoon van God? Behoor jij ook bij de zoon van God? Met die machtige naam van Jezus. Hij komt met de glorie. Hij komt met de hemelse glorie. Hij komt met de glorie. Hij komt met de hemelse glorie. Voor rampen of geweld, zonder
mis ik zekerheid steeds meer. Zonder hem heeft het leven nauwelijks waarde. Zonder hem is de hemel dreigend zwart. Maar met hem is de hemel reeds op aarde. En zijn vreugde en blijdschap in mijn hart. En zijn vreugde en blijdschap in mijn hart.